mij me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg door, heb je dan niks beters voor me? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motte woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas, met een dotte van motte wonen in mijn jas. Thank you.